Hallo allemaal en welkom weer op een nieuwe vlog. Ja, mijn naam is Steven Remus. Doe zeker alvast een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn channel. En, jawel, ik ben hier nu in een tankstation aankomen. Mijn boeleken heeft dorst, maar mijn boeleken is aan het sterven. Die auto die gaat binnenkort definitief weg. Maar eerst moet ik nog tanken voor toch nog op mijn wijk te kunnen geraken. Dus ik ga dat even zo doen, dat jullie mijn code niet zien. Uw kaart wordt gecontroleerd. Jawel. Ik mag tanken. Jawel. Dus, hop. Gaan we dat eens proberen, hè. Een keer een rondgetal. We gaan zien, hè. Een minuut is dat toch al lekker vol. 5 liter. 6 liter. 8 euro, 9 euro, 10 euro, 11 euro, 12 euro, 13 euro, 14 euro, 15 euro, 16 euro, 17 euro, 18 euro, 19 euro, 20 euro, 21 euro, 22 euro. Kijk, ja, sorry. Ik ga tot 30 euro doen. Oh nee, ik hoor dat hem bijna vol was. Nou, kijken hoeveel we gaan uitkomen. Hè. Oeh, bijna rondgetal. We gaan tot de 50. Het is mij weer gelukt. Voilà. Voilà, mijn laadklep terug te doen. En ik zie dat ik hier op Telenet wifi free zit. Dankjewel. En ik kijk toch al lekker terug door naar mijn werk toe. Voilà. Tot straks, yo. Wat een warme weer vandaag. Wat een warme weer. Ik heb op de thermometer gezien dat het 31 graden. Dus ja. Maar ik ga nu naar binnen toe. Ik ga s'avonds nog weg naar Sanne toe. Toch. Ik moet nog wat profiteren van mijn wagentje. Vooraleer dat hem volledig weg is. Want er staat al een andere al op mij te wachten. Maar het gaat ongeveer zoiets uit gaan zien. Ik weet niet waar mijn handje is, daar. Daar gaat hem uitzien. Maar ik vind het nog zelfs wel weg. Joh. Joh. Ik heb geen angst dat iemand stom gaat vallen. Allee, servus, nu ga ik eten. Ik ben Anders Raan, ik ben nu aan het wachten op een sms'je. Een go-sms'je als ik mag vertrekken. Na 100 meter rechts afslaan, daarna links afslaan. Dat zal ik servus doen, gps. Dus ja, ik heb me hier nu klaargemaakt. Ik heb hier gegeten, dankjewel weer voor het fantastische eten. Dan heb ik daar mij gedoucht. Na 100 meter rechts afslaan, daarna links afslaan. Daarna heb ik mij lekker gedoucht, dus daar zo. En dan, ja, nu ben ik aan het wachten. Hè. Dus dan heb ik ook nog een fragment van Stuk TV gekeken. En ja, ik ga nu nog wat kijken op YouTube. Na 100 meter rechts afslaan, daarna links afslaan. Waar ik dan nog kan bekijken. Ja, GPS, ik weet het. Ik moet nog niet ongeduldig zijn om te vertrekken. Ik heb nog geen go-word gekregen. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo, ik ben terug thuis aangekomen. Voor, ja, voor gaan te slapen. Want het is al 10:45. En ik moet morgen weer werken. Voor de laatste dag in, in Tongeren van deze week. Ik ben er niet kwaad om. Ik ben er echt heel eerlijk in. Wat heb ik dan nog vandaag gedaan? Dus, ja, ik heb dus flesjes moeten overzetten weer al van een palet in bakken.
De bakken ook weer op band zetten. Ja, zo van die dingen heb ik gedaan en wel de ganse dag. Meer kan ik er eigenlijk niet over vertellen. Met het terug thuisrijden, jullie hebben het misschien gezien op mijn profiel, is er een ongeval gebeurd. Die ongeval heb ik ook live gezien. De vrouw zat nog in het wrak. Dus wat er het accident heeft veroorzaakt. Maar de politie, de brandweer, waren al ter plaatse. Maar de ambulance nog niet. Als ik weet dat de politie en de brandweer ter plaatse zijn, dan weet ik sowieso dat ik mijn hulp niet meer moet aanbieden. Want ik heb ook een EHBO-diploma. Dus dat jullie dat ook weer al weten. Wat heb ik dan nog voor de rest gedaan? Ja, hier heb ik dan weer al lekker gegeten, spaghetti. Dankjewel mama, voor dat weer al klaar te maken. Daarna heb ik mij lekker buiten gedoucht. Ja, ja, dat heeft heerlijk gedaan. En is een herhaling vatbaar als het terug warmer is. Want vanaf morgen gaat het echt heel zwaar afkoelen. Tot 17 graden. We hebben vandaag 34 graden gehad. Dus bijna de helft gaat er... Nee, het is de helft wat er afgaat. Dus het wordt weer al beven. Dus ik ga weer al mijn dikke plus moeten aandoen. Omwille van dat we die temperaturen weer al niet gewoon zijn. Die temperatuur. Ja, ik heb me buiten geduwd. Ja, daar heb ik nog naar Stuk TV gekeken. Ik wou op dat moment wou ik ook nog even naar Enzo Knol kijken. Maar dat lukte niet. Hoe? Dat lukte niet. Nee, ik was gewoon buiten op een terrasstoeletje in slaap gevallen bij mijn thuis. Ja, bij mijn ouders zijn thuis. Omwille van, dit is binnenkort niet meer wel mee. Nee. Oké. Daarna na die dutje ben ik vertrokken naar haar toe. Naar Sanne. Meer zeg ik niet. Omwille van, ik heb eens besproken voor als zij in beeld wilt komen voor... ja, zij maakt ook al redelijk veel al deel uit mijn leven. En we hebben dat besproken, maar zij wil nog niet. Nog niet. Dus ik geef haar ook tijd. Ik geef haar tijd om te zeggen, kijk, gooi me maar op beeld en dan kan er geen kwaad meer. Ik zet er niks verkeerds op hoor, Sanne. Er zijn zoveel Sannes, hè? Denk eraan, hè, mensen. Dus dan heb ik met haar een wandeling gedaan. Heb ik nog iets samen iets gedronken. Eenmaal bij haar ouders thuis aangekomen, heb ik nog een redelijke half uur, bijna tot drie kwartiers nog gesproken met elkaar. Ja, ik wil doorgaan. Ja, tot morgen. Tot op sms. Ja, dus zo op de wang. Maar, ja, toen begonnen we weer al. Oké. Salut, weer al op de wang. En dan begonnen we weer al. Zo ging dat even door. Ja, dus we hebben over van allerlei dingen gesproken. Wat ik dus ook binnenshuis wil houden. Dat ik hier niet op de vlog ga gooien. Ik heb een heel leuke wandeling gemaakt aan een vijver. En met deze mooie temperaturen was dat echt gezellig. Ik ben zo aan het kijken op mijn schouders, maar ik ben niet verbrand. Ben per geluk. Morgen staat gewoon nog bij wel op programma. Voor de rest weet ik het nog niet. Ik heb wel al nieuws over mijn auto. Die hier, waar ik nu nog altijd mee rondrijd. Die gaat binnenkort weg. Dat is definitief zeker al. Ik ga verhuizen naar een kabinet. Maar. Ja, ja. Maar. Ik hou jullie nog sowieso op de hoogte wanneer dat alles gaat gebeuren. En jullie gaan ook sowieso op mijn vlog zien wat voor een kabinetje het gaat worden. Nu nog niet. Als de verkoop aan de gang is. Dus weer wel een tweedehands, 130.000 kilometer. Bouwjaar 2004 had ik gezien. Wat had ik dan nog gezien? 1.4 TDI.
Ik ken er niks van. Wat DDE betekent, weet ik totaal niet. En die 1.4 ook niet. Er staat de kracht. Ik weet het niet. Het is een tweedeurs. Nee, driedeurs. Omwille van, je hebt ook een koffer. Waar je redelijk wat kan inleggen. Dat is weer al een pluspunt om naar gaming-evenementen te gaan. Om mij nog verder gaan uit te bereiden. Op materiaal. Dus beeldmateriaal. Bedoel, voor te filmen. Ik moet ook mijn bureaustoel meenemen. Dus die gaming gear. Wat dan nog? Ik weet het niet. Dan ben ik nog ergens anders er ook nog uit te komen van Sanne uit. Zelfs als ik alleen ben, mag ik niet snel rijden. Dat klopt. Ik zal het niet doen. Nee. Ik wil jou daar ook in beschermen. Want ik heb toch zo'n kleine vermoeden dat er toch wel een serieuze klik al is op vriendschap. Dank je wel daarvoor. Dat zal ik nooit vergeten. En ik hoop dat ik u snel weer ga terugzien. Ja, ik was over mijn blauwe plekken aan het wrijven. Ik heb er redelijk veel. Ik ga ze even stellen. Op ene voet. 1, 2. Oh, ik heb kiekenvel. 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ik heb er al 8. 9. 10, 11, 12, 13 blauwe plekken. Een ongeluksgetal. Morgen nog eens een extra blauwe plek erbij gooien. Dan zit ik op 14, dan heb ik geen ongeluksgetal. Oh, toch niet. Ik heb geen ongeluksgetal. 14. 15. Want dan zijn er 2. 16. Het zijn er 3. 3 op 1 plaats. Damn you. Hoe moet je... Hoe doe ik het? Ik weet het begot niet. Nee. Ik weet het begot niet hoe ik het doe. Zoveel blauwe plekken bij elkaar te sprokkelen. Maar ik ga hier nu de vlog beëindigen. Ik wil gaan slapen. Het is nu 10:55 geworden. Dus ik hoop dat ik nog wel een sms'je ga terugkrijgen van Sanne. Want ik heb een sms'je gestuurd. Dat doe ik dus altijd, ook bij vrienden. Gewone vrienden. Ja, ik ben veilig thuis aangekomen. Slaap wel en tot de volgende. Dat zend ik meestal als ik hier veilig ben thuis aangekomen met mijn wagen. Mijn mama is weer naar boven aan het komen. Dus bij deze ga ik hier nu ook beëindigen. Doe zeker alvast een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn channel. En ik bedank je weer al om een deel uit te maken van mijn leven. En ik zie jullie allemaal terug op de volgende vlog. Tot de volgende. Ciao.